het is een video van de hartslag op een Samsung Galaxy, maar het werkt eigenlijk gelijk op een iPhone. De hartslagmeter is nu aangesloten, die is nu 87 zoals je ziet. Om de hartslagmeter zeg maar één keer te connecten is nodig, maar daarna start hij gewoon automatisch op. Dus even laten zien hoe dat werkt als ik nu gewoon de telefoon gewoon helemaal uitzet of gewoon opnieuw start. Opnieuw opstarten. Dan kun je ook zien zeg maar hoe dat in zijn werk gaat. Dit is dan S6, daar zit dus gewoon een hartslagmeter op aansluiten, gewoon Bluetooth via Bluetooth Smart. Dus dat is de energiezuinige hartslagmeter. Dat betekent dat hij gewoon behoorlijk lang meegaat, langer dan een normale Bluetooth hartslagmeter. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de nieuwe modellen. En hij is bijna opgestart, dat gaat natuurlijk best snel bij de nieuwe hartslagmeters. En ik zal zo even, ik vul even de code in en dan kom bij je terug. Zo, dus de code. Nee, ik was te laat. Moment. Zo, daar gaat hij. Ontgrendelen. Dan gaan we nu naar de app toe. Als het tenminste. Dan moet hij weer aan. Even kijken, dan moet hij op mijn vinger drukken. Yes. Dan gaan we naar de app. Waar zit die ook alweer? Aantal hardloop apps natuurlijk, zoals je ziet. Daar is Runtastic Pro. Hartslagmeter dus nog steeds om. En dan zal ik eens kijken hoe snel die hem oppakt. Nou zie je dus nog geen hartslag hier. Dus dat is gewoon even wachten tot hij hem oppakt. Hij gaat nu knipperen zoals je ziet. En nou is daar de hartslag weer te zien. Dus oftewel, als je hem eenmaal hebt aangesloten, dan hoef je niet daarna nog een keer te nussen, Sander. Wat ook leuk is overigens, als je wilt, kun je bijvoorbeeld hier in het midden de gemiddelde hartslag tonen. Of andere waarden, maar als je zegt gemiddelde hartslag, dan ga je daar zo meteen de gemiddelde hartslag zien als je dus zeg maar een run even hebt gevolgd. Activity started. En dan ga je ook de gegevens zien, maar dat duurt natuurlijk even. En hier zie je nu in ieder geval een gemiddelde hartslag, 78, maar is nu een beetje aan het dalen zoals je ziet, dus dan daalt de gemiddelde ook mee. Dus zo werkt die. Ik hoop dat je iets aan had. En succes met de hartslagmeter.